Yo, what up, Wilbro's? Welkom bij een Halloween special. Dat klopt, vandaag met Halloween doen we even wat anders. Wat gaan we doen, Ronald? We gaan op spookjacht. Wij gaan op spookjacht, want wat is hier achter ons? Verlaten huis. Ik hoorde dat er wel enge dingen zijn gebeurd. Dat is wel een beetje een vraag. Ik geloof er niet echt in. Ik geloof er ook niet echt in, maar dit schijnt het meest bespookte gebouw te zijn van heel Friesland. En ik heb hier dus een origin story. Een origin story? Ja, hier staat, ik heb mijn research gedaan en ik heb alles wat hier gebeurd is, zit in dit mapje. Mijn zaklamp werkt nu al niet. De spooky dingen beginnen gewoon al. Oké, hij werkt spooken weer. Hebben daar wel action, kracht hè? Over. Action. Ik blame het op action hoor. Het zijn inderdaad action. 10 juni 1912 werden Fedde en Geke Jonker doodgeslagen in hun eigen huis. Doodgeslagen? Hun 4 kinderen en 2 gasten die aan het logeren waren, werden ook bruut vermoord. En tot aan de dag van vandaag weet men nog steeds niet wie dit gedaan heeft en waarom. Het huis werd weer gekocht in 1920 door Bouke Visser. Bouke Visser! Yo, Bouke! Ja, we zijn hier wel echt in Friesland, hè? Bouke begon rare dingen te ervaren. Hij vertelde dat hij stemmen hoorde van kinderen, voorwerpen die verplaatsten. Ah, kom op. Nee, ik ga hier niet naar. Ik vind het nu al kut. Domme! Dit zijn wel meteen al like de... Je classic. Ja, fuck off, dude. Want je weet waar spoken ook van houden. Deuren. Deuren doen ze graag niet. Ik ga kijken of het deuren zijn. Lees ondertussen maar door. Voorwerpen die verplaatst waren. Deuren die open en dicht gingen uit zichzelf. Dit bleek hem zo... Er staat een deur open. Er is een deur... Dan gaat die deur straks binnen no time weer dicht, denk ik. Er is een deur open. Weet je hoe eng... Oh, gadverzak in de poep? Nee. Oh, is ik taal op een appel? Zo? Ja, ik kan alleen in Friesland. Oké, okay, sorry. Dit bleek hem zo bang te maken dat hij zijn hond heeft doodgeschoten en daarna zichzelf. Wat is er? Het huis stond daarna een aantal jaar leeg. Niemand durfde er te wonen vanwege alle spookverhalen en tragische geschiedenis. In 1960 werd het huis opgeknapt door Hidde en Jildau Hoekstra. Alles leek prima te zijn. Hidde en Jildau liet alleen niet veel van zichzelf zien. Diverse mensen zeiden het volgende. Huh? Ik hoor 's nachts rare geluiden uit het huis komen. Ik kan er niet van slapen soms. Oh my god, dit is zo... Ik ga naar de auto. Nee, Ronald! Ja, kom op! Sommige mensen zeiden dat ze mensen naar binnen zagen gaan, maar nooit meer naar buiten. In 1965 bleek dat het echtpaar het spookhuis de perfecte plek vond om satanische rituelen te houden. Hoi. Oh, maar dat vind ik wel weer eng. Dat is dus gebeurd hier. Misschien vinden we nog wat satanische tekens. Straks vinden we wel satanische tekens. Heb je nou dat spook... Gast. Ja, ik probeer... Mensen zijn hier dood gegaan. Mensen zijn door satanische dingen. Even kijken. Toen het echtpaar opgepakt zou worden voor hun daden, pleegden ze zelfmoord, ze hingen zichzelf op in de slaapkamer. Hoeveel mensen er geofferd waren in de naam van hun rituelen is nog altijd onbekend. Wat de hel? Over de jaren werd het huis bewoond en onbewoond met regelmaat. Er heeft nooit iemand langer dan 2 jaar gewoond in dat huis. Al deze mensen beweren last te hebben van dezelfde gebeurtenissen. Koude plekken in het huis, nog altijd die verdomde deuren die open en dicht gaan. Verdomde deuren! Ja, doe erop joh! Ronald, ik ben bijna klaar! Hoe lang duurt het verhaal? Het verhaal is bijna klaar. Voorwerpen die verplaatsen, stemmen en voetstappen door het huis. Ja, dit is toch bullshit? Er ontstond ook een nieuw fenomeen. Mensen beweren te slaapwandelen in het huis, agressief te worden terwijl ze daar woonden. Soms wakker werden ergens in het huis met een mes in hun hand. Oh, een inwoner heeft haar 6-jarige zoon doodgestoken en beweert nog altijd dat zij het niet was, maar het spook van het huis. Waarom staat dat dan doodgestoken als het nog niet geconfirmed is? Zij beweert dat ze het niet was, maar ze was het wel. Dus de hele tijd vlieg hier. Een vlieg? De vlieg vol... weg! Er zit hier een vlieg! Ga weg! Ga eens vliegensvlug weg! Oké, okay, we zijn nu bij de laatste inwoners. De laatste inwoners kwamen in 1987. Wietske en Chantal de Jong met hun 3 kinderen. Nienke, Jelle en Frank. Het gezin werd... Jelle? Mijn vader? Nee, je vader heeft hier blijkbaar gewoond. Ik heb er nog nooit hier over gehoord. Het gezin werd op 13 december 1988 doodgevonden in de woonkamer. Het hele gezin leek afgeslacht te zijn. Of dit iets is dat ze zelf hebben gedaan of iemand anders is nog altijd een raadsel. Wat wel duidelijk is dat sinds 13 december 1987 er niemand meer heeft gewoond. Niemand. De deuren staan nog open. Laten we gewoon naar binnen gaan. Ben je een Pink Panther team song eraf te doen? Oké, we zijn hier trouwens met Karin en met Lisa. Als je zo je camera omhoog houdt, dan zie je... Ja, ik zou het zeggen. We hebben enorm geholpen met het vinden van deze locatie. Dit is een geheime locatie, ik ga niet zeggen waar.
Ben je bang? Ja. Ze is bang. Holy shit. De deur blijft niet open trouwens. Oh shit. Oh, het stinkt hier naar lijk. Oh, het stinkt hier echt naar een dood lichaam. Kijk, die spullen. Oh my fuck off, dude. Nee, dit vind ik echt niks. Je bent zo lang. Oh nee, nee, fuck off. Ik ga hier niet naar binnen. Hier, houd de camera vast. Kijk even of er geen vleermuizen zijn. Ik zweer het. Gast, er zijn... Vleermuizen dus... hangen in de lucht. Nee, er zijn hier geen vleermuizen. Kom gewoon onder de spinnenwebben door. Oké, okay, ga jij maar eerst. Kijk, hier ook gewoon meteen een doodgaande plant. Hier is jaren niemand meer geweest. Oh, het stinkt hier ook gewoon. Jongens. Oh god. Wil je je mondkapje opdoen? Gast, dit is wel fucking creepy. Oh, shit. What the fuck was dat? Dude, wat was dat? Holy fucking shit. Hallo? Dit ga je niet menen. Oh, het stinkt hier zo erg. Dude. Er zitten wel overal spinnen en botten trouwens. We hoorden net iemand. Dus lijkt me dit wel de perfecte locatie om de Ghost, de Spirit Box erbij te pakken, Ronald. Ik heb hier dus een apparaat, Ronald. Ja? Yeah? Waarmee we met spoken kunnen praten. Dus ik leg hem hier op de tafel neer. Oké, wat is dit? Oké, moeten we goed luisteren. Deze scant dus radiofrequenties en spoken kunnen die gebruiken om zinnen te maken. Ik voel me hier echt niet op mijn gemak. Ik zie fucking stinkmotten. Die zijn fucking huge, ouwe. Is hier iemand aanwezig? Hoor je, dat was ja. Ik hoor ja. Dat was een ja. Dat was 100% een ja. Oh. Ik geloof er niet in, maar dit was wel heel toevallig. Dat hoorde je toch? Oh my god, ik hoor... Zijn jullie boos? Dude. Wat de... Dit is serieus. Nee, niet. Jawel, dat ding is serieus. Ja. Yeah. Wat is je naam? Wat? Wat zeiden ze? Ik hoor iets van Liz, maar dan heeft iemand niemand gewoon ja, die Liz ja, heet ofzo. Of de spook heet Liz. Ik heet Lisa. Oh. Oh, oh ja, Lisa. Oh, ze zeiden Lisa. Holy shit. Oh my god, dude. Er zijn hier dus wel spoken aanwezig. Oh, dat is echt hier staat een deur, hier is nog een deur open. Dude, liggen er anders... Oh dude, allemaal dode spinnen. Allemaal dode spinnen? Oh, ja. Kijk dan. Oh man. Oh man, daar zitten wel iets van 200 spinnen. Oh god, ik wil je... Ja, maar als die zoveel spinnen zijn, zijn er ook fucking veel vleermuizen. Er zijn hier geen vleermuizen. Yo, dit is wel vies. Wat is er hier zo vies? Jij vindt het eng, Lisa? Het is echt heel eng. Lisa vindt het helemaal niks. Wat is het doel van deze kamer trouwens? Kijk, er hangt gewoon niks in de muur. Kijk, dit, ja, in die andere kamer van net hadden we een tv en een tafel. En hier hebben we gewoon alleen een tafel. Wat was... Ja. Ik dacht echt dat ik iemand voor de raam zag. Oh, echt waar? Vroeger had je wel zo'n tafel waar ze dan gingen pokeren en zo. En spelletjes avond leden en zo. Ja. Kijk, we hebben, toen hadden ze nog geen PlayStation en zo. Dus toen deden ze waarschijnlijk bordspelletjes daar of zo. We gaan... Ik heb geen idee wat het was, ik heb geen idee. Kom van boven. Het is wel een knus huisje hoor. Zoveel mot houden. Oh, what the fuck? What the fuck? Bro, what the fuck? Het leek alsof het daar vandaan kwam. Oh, check dit, dit is helemaal overgroeid joh, deze wat is dat? Ik heb geen idee. Hoorde je dat? Ik hoorde legit geluid. Okay. Dit was de voordeur ooit. Helemaal overgroeid. Ronald, kun je die deur open doen? Ik durf het niet. Waarom ik? Kun je die deur... Zit nog een sleutel in? Doe jij hem anders open? Doe jij hem open? Dude, wat de fuck zag je dat? Dat ding ging uit zichzelf in omhoog! Oh my god, dude! De badkamer. Oh my god. Oh nee. Dit is de slaapkamer. Een slaapkamer. Zou dit de plek zijn waar iemand zich heeft opgehangen? Oh, ik raak hier zo na van. Hoor je ons? Zie je ons? Oh. Sta je in dezelfde kamer? Dat klonk echt als een ja. Dat klonk echt als een ja. Wil je ons pijn doen? Ik weet niet waar ik met je ben. Kun je Ronald zeggen? Nee! Wil je mij pijn doen? Wat met die vraag? Dude, ik zie hier allemaal vlekken. Oh my god. Weet iemand wat dat is? Oké, dat is wel nasty. Dat lijkt me bloed. Bloed? Is het bloed? Ben je opgehangen in deze kamer? Ja. Dat klopt voor mij als een ja. Ik ga daar niet naartoe. Ik ga niet naar de stal. Kom, ga naar de stal. Nee, ik ga oprecht niet naar de stal.
Hier, neem mijn kamer mee. Ik ga niet. Ik ga oprecht niet. Gaan jullie niet naar de stal? Ik ben echt nek, dude. Ik ben bang voor vleermuizen. Hallo? Nee. Oh, kijk, dat is een oude Hollandse stal. Daar gingen de polsen doorheen. Hier doorheen. Hier gingen de polsen doorheen. Wie weet hebben ze hier al die staan natuurlijk gelezen. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dat ik zou denk wel het oprecht zijn, toch? Hou je bek, Wilbert, fuck off. Wilbert, doe de deur open. Doe de deur open. Ik zweer het. Ik zweer. Hoezo aan Ronald? Hoezo fucking aan Ronald? Wat ga je beoordelen wat ik niet chill vind? What the fuck was dat? Ik laat het de angstgeetjes nu de hele tijd. En dat besef je toch wel. Oh my god. Wat is dat? Wow, er komen letterlijk al vliegen. Oké, ik denk niet dat je daar wil zijn. Nee, ik denk het ook niet. Komen er vliegen uit? Ja. Ik kreeg ze allemaal in mijn gezicht. Yo, dit is... What the fuck? Lijkt alsof ze hier wel mensen hebben opgesloten of zo. Dit is echt een klein minuscule hok. It's a motion detector. Ja, dat is nu... Nu is er niks. Ik ga vragen of hij de telefoon wil bewegen. En als er beweging is, dan gaat hij dus knipperen. Ja, dat kan toch niet? Dat zou niet kunnen. Dat is toch onzin? Oké, er moet één een iemand... Een spook kan door een muur heen en dan kunnen ze in één keer een telefoon bewegen. Ja, dat kan dus wel weten. Dat is wel okay. Bullshit, maar we gaan het zien. Dus film dat ding. Ja. Voor letterlijk iets, hoor je dat? Oké, what the fuck? Oh mijn god, ik ben echt bang. Oh. Ik hoorde zo'n tik. Ja, ik hoorde het ook. Net de klok. Hallo? What the fuck? Volgens mij begin ik te begrijpen waarom dit het meest bespookte huis is van Friesland. Oh my god. Ik begin het te snappen, dit is heel creepy. Oké. Okay. Hoor je dat? Dude, er komt geluid vandaan. Er komt geluid vandaan. Echt waar? Er kwam geluid vandaan. Ik zag iemand daar lopen. God, oh my god. Oh, dit is nou een horrorbadkamer. Dit is echt fucking eng. Gadverdamme. Oh my god. Zullen we erin? Ja, sure. Nou Ronald, we gaan je lievelingsding doen. Oh nee. Is hier iemand? Ja, ik ben er. Hey. Je bent wel een grappenmaker. Ja, oké. Ga je ons achtervolgen? Wil je ons pijn doen? Wat is je naam? Oh god, ik ga echt niet weg. Wat zag ze? Wat zag ze? Jongens, we gaan naar buiten. Waarschijnlijk aanstelleritis. Oh, Wil, ik kijk boven je. Wat? Dat is fucked up. Waarom zou je dat een dier aan? Dat hebben ze waarschijnlijk zelf gedaan. Oké, we hebben hier dus een andere, stabielere trap gevonden naar boven in het huis. Dus we gaan nu even boven kijken wat het geluid vandaan kwam. Dit was dus boven, maar hier kwam het zo daaruit komen. Denk ik. Gaat het goed? Ik vind het echt stinklucht. Ja, dat is het geluid van, dat is de lucht van een leegstaand huis. Dat hoorde jij, dat hoorde ik. Oké, no joke, dat was ik echt niet. Ik was dat ook niet. Ik hoorde iets vallen. No joke, maar ik was het niet. Oh, godverdamme. Je weet waar het dan tijd voor is als we dingen horen. Spirit box. De spirit box. Wil je ons pijn doen? Godsamme. Nee. Dat is echt ongelooflijk. Ik wil antwoord hebben. Waarom wil je dat ze je pijn doen? Godverdomme, tering. Oh my god. Hij heeft rechts van me. Ik doe dat nooit meer. Dat was echt jumpscare gehalte. Hoe heet ze ook weer? Hoe heet de persoon? Want ik weet... Als Hidde je... heb je en Yildau. Oké, als we Hidde pakken. En je zegt de hele tijd die naam opnieuw, dan worden ze boos. Dus dan moeten we de volledige, naam zeggen. Wat is die? Dan ben ik er wel klaar mee. Hidde Boesma. Hidde Boesma. Wil je ons vermoorden? Ik hoor een ja, no joke. Ik moet zeggen, de spirit box... Staat die deur achter jou altijd al open? Die was net dicht, letterlijk. Oh my god. Die was net letterlijk dicht, no joke. Die was dicht. 100% die was dicht. Het is een lege kast. Ik heb een glas in de broek. Het is een lege kast, what the hell?
Heel de Boersma. Heel de Boersma. Heel de Boersma. Heel de. Heer de Boersma. Heer de Boersma. Heer de Boersma. Wow, film hier eens op. Oh, check deze. Check het tapijt ook. Stil, ik hoor wat. Gast. Wow. Wat was dat? Dude, dat was echt heel erg. Dat was echt sick. Dude, hier zitten gewoon allemaal spinnen. Dit is echt insane. Ben je bij ons in deze kamer? Nee, ik hoorde nee. Ben je boos? Nee. Nee? Okay, oh my god. Okay. Niet boos, dat is goed. Oh my god, dude. Heb je nog een vraag? Wie heeft er nog vragen? Ik heb een hele goede vraag. Oh god. Ik heb echt een hele goede vraag. Okay. Wil je ons pijn doen? Ik hoor een ja. Hoor je een ja? Ja, ik hoor een ja. Oké! Okay. We hoorden hier dat was een oké! Okay. Dat was letterlijk een oké! Okay. Ik voelde echt niet. Je voelde iets aan je zij? Ja, echt? Serieus? Oh my god, misschien willen ze ons echt... Oh. Zat je net aan Lisa? Zat je net aan Lisa haar zij? Oh my god! Dat was een ja! Wil je ook aan mij zitten? Nee. Oh my god! Gedenied door een spook. Wil je nog meer aan Lisa zitten? Snap ik. Spearbox is leuk, hè? Helemaal. Ja. Oh, er staan echt nog spullen in. Oh, er is hier een kruipkelder. Oh nee, daar ga ik niet in. Nope. Zal ik erin lopen? Je kan er een klein stukje in lopen. Ik loop recht achter je. Kun je daar? Er ligt zelfs een hele oude krant, trouwens. Oh, is dat... Overal muizenpoef. Oh boy. Oké, daar ga ik. Oké, okay, ik wil je weg. Weg. Ik zweer het weg. Nope. Oké, sorry, dat was ik. Nee, ik hoor echt, ik hoor letterlijk voetstappen hier naartoe rennen. Even zonder gekut naar de outro. Nou, Ronald, ik moet zeggen, dit was oprecht super spooky. Ik weet niet wat ik moet vinden. Ik geloofde nooit in geesten, maar ik denk dat ik nu toch wel genoeg dingen heb te ervaren om te kunnen bevestigen dat het echt bestaat. Het voelt echt alsof ik word aangekeken. No joke, vanuit die fucking bosjes. Wil jij nou dat ik dit vaker doe? Laat het dan weten in de reacties beneden voor volgend jaar. En dan zien we jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!